Op dit gedeelte van de basis is een zogenoemde verhoogde controle van kracht. Ook al ben je militair op deze basis, dan nog moet je toestemming hebben om deze hangar te betreden. Maar tot mijn verbazing blijkt ook hier de beveiliging weer een wassen neus. In de hangar kunnen mijn collega's doen wat ze willen. Ze kunnen tussen de vliegtuigen en helikopters doorlopen waar we nooit in de buurt hadden mogen zijn. Mijn collega's dragen tassen met verborgen camera's en ook daar is niet in gekeken. Ze kunnen zelfs zo dicht bij de vliegtuigen komen dat ze er van alles in kunnen leggen. En juist dit materieel moet ingezet worden in oorlogsgebied. Dit zijn de voertuigen waar ons militair personeel zich veilig in moet voelen. Maar dezelfde defensiemanschappen geven geen acht op onze collega's. F-16's en Chinooks. Je kunt er zomaar bij en met doen wat je zelf wilt. En dat geldt dus ook voor terroristen of activisten. Mijn collega's lopen hier zo minutenlang rond. En als ze naar buiten gaan, worden ze opnieuw vriendelijk begroet. Morgen. Het bord buiten het gebouw doet vermoeden dat de beveiliging hier zeer scherp is. Maar de werkelijkheid is absurd. In de tijd dat mijn collega's in de hangar lopen, zien zij geen beveiliger of bewaker van dit zogenoemd zwaar beveiligde defensieobject. Het kan dan wel zo zijn dat beveiligers zonder toestemming mogen schieten op indringers die dit terrein betreden. Zo'n bevoegdheid heeft natuurlijk alleen maar zin als de beveiliging aanwezig is. Stel je nou eens voor dat ik een terrorist zou zijn. Dan lopen die hangar binnen. Mensen kennen me niet. Ik doe mijn baret af. En vervolgens kun je bij de F-16 doen wat je zelf wil. Ook activisten bijvoorbeeld kunnen hier naar binnen. En kunnen kwaad doen. Ik heb genoeg bewijs dat de beveiliging van deze vliegbasis een gatenkaas is. En loop terug naar de kamer. De operatie binnen is afgerond. Ik heb overal kunnen kijken. En niemand heeft me gevraagd wat ik aan het doen was. Ik ga nu terug naar mijn kamer. Dan ga ik mijn burgerkleren aantrekken. Dan ga ik proberen naar buiten te komen. Hoe bizar. Ondertussen staat er bij de uitgang een verborgen camerawagen klaar om te filmen of ik al dan niet het terrein afkom. Nou, ik ben klaar om te vertrekken. Het brilletje gaat erop. De laatste horde op weg naar de gewone burgerwereld. Om van de luchtmachtbasis af te komen, moet ik langs de beveiliging bij de poort. Maar van collega's die de poort al eerder in de gaten hebben gehouden, weet ik dat er bij het verlaten van de basis nooit gecontroleerd wordt. Het enige risico dat ik loop, is om herkend te worden door de bewaking die net naast het poortje zit in het wachthuisje. Maar als zij net zo scherp zijn als de andere bewakers op dit terrein, kan het niet anders dan dat ik er gewoon afwandel. Even schrik ik als de bewaker in het wachthuisje me begroet. Hoi. Maar hij heeft niets in de gaten. Ongelooflijk. Maar je wandelt er dus zomaar vanaf. Net zo makkelijk dat ik erop kwam. Ik ben de afgelopen dag niet gecontroleerd. Het had natuurlijk onmogelijk moeten zijn om in een hangar gevuld met gevechtstoestellen rond te lopen. De bewakers hadden ons moeten aanhouden en het is zeer kwalijk dat daar geen controle plaatsvindt. De soldaten die onze levens beschermen lopen zelf de kans doelwit te worden van terroristische aanslagen. Maar onze infiltratie in het zwaarst beveiligde gedeelte van luchtmachtbasis Woensdrecht is geen incident. Kom in contact met een man die het leger inmiddels verlaten heeft. Ik ontmoet hem op een zolderkamer, ergens in Nederland.
Hij vertelt me anoniem een schokkend verhaal over de manier waarop het er bij de landmacht aan toe gaat. Hi. Hi. Jij hebt mij benaderd. Want volgens jou is de beveiliging niet op orde. Nee, dat klopt. Hij is zo lekker als een zeef. Eigenlijk kan je, als je iets kwaad in zin hebt en je doet een weekje studie, dan kan je eigenlijk alles uithalen wat je wil. Van diefstal tot ergens de bom plaatsen, je kan eigenlijk alles. Dit is een organisatie die onze staat beschermt en gewapend is en zelfs in andere landen de orde handhaaft. En in eigen land is het een puinhoop. Als je daar jaren op een kazerne moet slapen en er zijn dreigingen van terroristen of aanslagen of dit en dat, nou, dan mag je toch wel verwachten van je werkgever dat het ook geregeld is en dat het ook daadwerkelijk veilig is. Ik denk dat er heel weinig mensen serieus mee omgaan. Dat blijkt ook wel uit de antwoorden die je af en toe krijgt. Volgens jou weten de militairen dat het niet goed geregeld is? Nee, dat zijn er genoeg mensen die er net zo over denken als ik. En er wordt niet naar geluisterd? Nee. Ik ga sowieso heel makkelijk in en uit. In is moeilijker dan uit. Bijna alle gebouwen waar geen dingen zijn die echt waardevol zijn, daar kan je overal in. Ik bedoel, iedereen heeft een kast. Daar liggen hele militaire uitrusting in. Nou, je hebt alleen een betonschaar nodig. En je hebt gewoon een complete militaire uitrusting. Nou, ik heb wel mensen die dus inderdaad s'avonds van die kast openknipt en met de volle auto de kazerne afreden. Dus zeg maar het uitrusting van 10 man. Met alles wat erbij hoort. Gasmaskers, noem het maar op, alles. Het is al langer bekend dat de militaire objecten in dit land slecht beveiligd zijn. In 2003 komt er een vernietigend rapport. 1 op de 3 onderzochte militaire objecten is dan slecht beveiligd. Dan heb ik het niet alleen over luchtmachtbasis, maar ook over kazernes. De toenmalige minister van Defensie zegt direct maatregelen te nemen. Zeker als in de tussentijd blijkt dat op een kazerne ruim 200 pistolen worden gestolen. De minister zegt gepaste maatregelen te nemen om schade of verlies aan onder andere militair materieel te voorkomen. En onder bewaken verstaat de minister vanaf dan het onafgebroken toezicht houden op militaire terreinen en materieel, zodat er op tijd alarm kan worden geslagen. Maar de afgelopen jaren waren er al meer incidenten. Op 13 september 2006 wordt er bijvoorbeeld door een verslaggever ingebroken op een marinebasis. Maar de toenmalige minister van Defensie had zijn antwoord klaar. Ten eerste zegt hij dat de verslaggever bijvoorbeeld geen militair voertuig heeft bereikt. Ten tweede spreekt hij van een enkel incident. En ten derde zegt hij dat de verslaggever slechts in de meest onbelangrijke gebieden heeft rondgelopen. Dichter bij de voertuigen zou sneller worden ingegrepen. Inmiddels zou alles al lang op orde moeten zijn. Maar volgens onze tipgever is het nog steeds bar en boos binnen de landmacht. Om het onderzoek te starten stuur ik mijn collega's op weg om bij een kazerne van de landmacht te gaan kijken. Bij de hoofdingang van de Johannes Postkazerne in Havelte treffen ze een militair die op zoek is naar een lift. Kun je wel makkelijk eraf rijden? Kun je wel makkelijk eraf rijden? Met de paal op. Zeker. Als hij nou dicht was, dan kon ik gewoon even steeds vragen. Maar ja, die cross is hier zo hard door, dan ga ik niet voorspringen. Maar hij staat altijd open, of wat? Ja, nou, nee, dat niet. Maar ja, meestal rond deze tijd gaat hij wel open. Het is gewoon, alles staat er een file, is niet normaal. De slagbomen voor de uitgang staan dus aan het einde van de middag wagenwijd open. Maandagochtend vooral, daar hebben ze een barrage zeegaars te staan. Dat is niet te doen. Maar wat moet iedereen doen dan? Iedereen moet zich laten zien of je hebt zo'n kaart dan? Ja, idee. Ja, smart kaart. Kijk, zo'n kaart. Heb je bril niet op, zie ik. Ik heb lens. Ja. Dan moet je het voor de kaart houden. Rondom de kazerne oefenen militairen op het oefenterrein. Dit oefenterrein is gewoon wandelgebied en mijn collega's hoeven slechts op het geluid van geweerschoten af te komen om oog in oog met gewapende militairen te komen staan. Hey, kaartje, we waren aan het wandelen, maar zijn jullie aan het oefenen of zo? Ja. Oké. Okay. Mag je hier toch wel gewoon lopen? Zeg maar. Ja, het is openbaar gebied. Zolang je ons niet stoort. Kort na ons bezoek is de oefening afgelopen en lopen de manschappen terug naar de kazerne